Tim Bakens, interim hoofdtrainer van Almere City FC. Nog zo'n anderhalf uur geloof ik officieel. Ja. Ja. Maar eerst even over vandaag. Een 2-3 nederlaag thuis tegen FC Volendam. Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, dubbel gevoel. Uiteindelijk het resultaat, dat is zuur. En daar heb ik een slecht gevoel over, omdat ik hou niet van verliezen. Maar als je kijkt hoe de wedstrijd is verlopen en eigenlijk met welke spelers je eindigt. Dat is een heel jong elftal wat er tegen een ervaren nummer 1 speelt. En als je dan eigenlijk nog ziet dat je in de laatste fase nog aan het drukken bent voor die gelijkmaker. Ja, dan denk ik dat je daar alleen maar tevreden over kan zijn, ondanks het slechte resultaat. Ja, het is een beetje een wedstrijd die in golven ging, zo voelde het. Hè? Jullie komen op voorsprong. Ja. Dan klappen zij er eigenlijk overheen, in ieder geval qua goals in de tweede helft. En dan komen jullie toch nog bijna terug. Ja. Voelde dat voor jou ook zo? Ja, je omschrijft het goed. Ik kan er eigenlijk weinig aan toevoegen dan alleen dat je zegt van ja, eigenlijk... ik vond de eerste helft gelijkwaardig en dat wij eigenlijk wel de wat betere kansen creëerden. Tenminste, niet echt kansen, maar mogelijkheden. Zij hadden twee keer een buitenspelgoal, wat volgens mij ook buitenspel was. Alleen in de tweede helft, wij komen op 1-0 voorsprong. Alleen in de tweede helft had ik wel het gevoel van, we hebben het steeds moeilijker. En eigenlijk pas na de 3-1 komen wij weer terug. Ja, nou, toch ja, komen jullie er inderdaad nog heel dichtbij in de slotfase. Hè? De 2-3 valt eigenlijk 12 minuten voor tijd, geloof ik. Ja. Is dat een groot compliment naar al die jonge spelers die jij vandaag hebt moeten gebruiken, ook deels? Ja, en niet alleen de jonge spelers hoor, want de oudere spelers hebben ook een aandeel daarin. Maar dat heb ik net ook in de kleedkamer gezegd. Is dat, dat verliezen, dat doet altijd pijn. Alleen als je ziet dat wij tot de laatste minuten ervoor zijn blijven gaan. Ja, dat is uiteindelijk waar je altijd op terug moet vallen. We hebben ook wel eens gezien dat wel eens tegen is gevallen. Maar in ieder geval, daar heb ik ze een compliment voor gegeven. Ja, nou voor jou zit het er... In deze functie in ieder geval op. Jij gaat weer door als assistent straks onder de nieuwe hoofdtrainer Alex Pastoor. Hoe heb jij de afgelopen maand ongeveer ervaren? Nou ja, als een mooie ervaring. Dus dat je ook ervaart wat een hoofdtrainer allemaal ervaart. En dat is toch echt anders dan een assistent trainer. Dus ik denk dat mij in ieder geval leert dat je misschien dan nog beter een hoofdtrainer zijn gevoel snapt en de verantwoordelijkheden snapt en hem daarin kan ondersteunen. Dus wat dat betreft voor mij een mooie ervaring. Ja, en sportief gezien hebben jullie 4 punten gepakt onder jouw leiding. Op sportief vlak, ben je daar ook tevreden over wat je hebt kunnen doen in die paar weken tijd? Dit klinkt al echt heel trainerachtig, maar in de processen wel. Dus ik denk dat wij daarin wel energie hebben kunnen brengen, zowel als staf als groep. Ik denk dat goed is gegaan. Ja. Ja. En wat zijn nou de belangrijkste punten waarmee jullie aan de slag gaan eigenlijk? Of wat jullie meenemen in de jacht op een betere klassering in de tweede seizoenshelft? Nou, kijk, dat is een hele brede vraag. Dat is wel een goede vraag. En daar kan ik meerdere antwoorden op geven. Nee, maar dat zit er eigenlijk in de samenwerking. Hè? Dus bijvoorbeeld ook hoe ga je druk zetten met elkaar en hoe verdedig je lager met elkaar. Kijk, dat zit hem altijd in de samenwerking. Dus daarin moeten wij denk ik nog wat stappen gaan maken. En dat geldt eigenlijk ook voor het aanvallen. We hebben behoorlijk, zeker in de afgelopen wedstrijden, veel mogelijkheden gecreëerd. Dat moet je nog om gaan zetten in meer doelpunten. Nou ja, en dan als je die twee dingen beter gaat doen, dan zet je de weg vanzelf omhoog in. Ja, en ik neem aan dat jij er alle vertrouwen in hebt dat ook... kan gaan lukken. Ja, dat hoort een trainer ook te zeggen. Ik heb er alle vertrouwen in. Nee, maar dat is ook zo. Dus, genoeg aanknopingspunten om... En genoeg lichtpunten. Maar kijk, op basis van de afgelopen weken kan ik eigenlijk mijn spelers niet veel kwalijk nemen, behalve dat we onszelf eigenlijk te weinig beloond hebben. En dat vind ik echt. Dus dat hoort ook bij voetbal. En daar werk je iedere dag keihard voor, om dat beter voor elkaar te krijgen. Top, heel veel succes straks. Dankjewel.